Jullie weten vast allemaal wat breien is. Mijn oma zit regelmatig in een stoeltje met twee breinaalden en een bolletje wol lekker te breien. Kun je hele coole dingen van maken, alleen breien is nou niet echt hip. Niet heel veel mensen doen het, maar toch kun je er wel heel veel toffe dingen mee maken. En daarom is volgens mij vingerbreien op dit moment helemaal cool aan het worden. Er zijn zelfs scholen die gewoon echt met hun eigen klas allerlei breistukjes aan elkaar maken om zo lang mogelijk een slier te maken. En kijk even hiermee. Je kunt er superveel leuke dingen mee doen, zoals hier een armbandje van maken. Of bijvoorbeeld, als je al een beetje goed kan, kun je er een heel bloemetje van maken. Kettingen maken mensen ervan met vingerbreien. En zelfs de echte pro's maken echt een hele sjaal ervan. Ik ga jullie uitleggen hoe je dat moet doen, vingerbreien. Je hebt nodig je vingers en een bolletje wol. Als eerst maak je een lusje op deze manier. Die maak je aan je pink vast. En vervolgens ga je zigzaggen door je vingers. Op deze manier. Totdat je aan alle vingers twee draadjes hebt zitten. En wat je dan doet, dat ga ik morgen verder uitleggen. Hoi! Ja, dit ben ik.